Welkom bij een nieuwe Marokko vlog. Het is inmiddels al dag 3 in Marokko. We zijn nu in Marrakesh en we gaan vandaag weer een flinke reis maken, of niet Ivo? We gaan vandaag naar het Atlasgebergte. We hebben geen idee hoe we er moeten komen. Misschien gaan we onderweg nog sicke dingen zien. Gaan we nog even stoppen, misschien even trainen of zo. En uiteindelijk willen we naar een van de plaatsen toe gaan. Hoe heet het ook weer? Ait Ben Haddou. Ait Ben Haddou. Dit is ons uitzicht. Hier een van de gekke open plaats. En het is altijd chaos op de straat. Ja, mensen rijden gewoon als gek hier. Dit zijn onze bedden hier. Gekke tv met afstandsbediening die we niet gebruikt hebben omdat het allemaal gare zenders zijn. Dit is de kast bij ons. Ja! Ja, en kijk, daar zitten gewoon Ivo Bags in. Dus ja, dat is wel nice. Kun je gewoon kopen, hè? Gewoon kopen. Nou, op naar Atlasgebergte. Zie je, Ruena! Ruena, gas! Je kijkt paarden, alles, ezels. Overal waar je kan zien. Overal waar je kan zien. Allemaal potten. Fucking potten. En de grootste vraag is, wat de fuck moeten ze met zoveel potten doen? Wat moeten ze met zoveel potten? Hé, hey, meneer! Wat moeten jullie met die potten? Doe jullie met al die potten, man! We staan nu bij een tankstation en wat is, we hebben al nog heel veel in onze tank zitten, maar met dit land weet je het maar nooit, omdat we wel eens op een weg hebben gezeten waar je kilometers op zit en als je daar met een lege tank staat, ja, dan ben je gewoon fucked. Ik ben echt fucked, ja. Dus meneer is even de tank vol aan het gooien. Wegwerkzaamheden midden op de berg en ze zitten echt fucking hoog. We zijn nog steeds hier aan de weg aan het werken en we moesten gewoon even off-road, een soort van YOLO hier overheen rijden. Maar ja, het ziet er op zich best uit zo'n weg. Zie je maar altijd maar een paar mannen staan, maar volgens mij wonen hier ook mensen. Kijk. Holy shit, we zijn net gewoon aangehouden. En ik moest een fucking veel geld betalen. 100 euro of zo? Ja, 100 euro maar. Maar het goede nieuws is, we hebben af kunnen dingen tot 60 euro. 60 euro is wel kut. Nou, dat we sowieso een nachtje van kunnen slapen in een hotel. Snap je? Dat is wel jammer. Ja, je moet naar een plaatsje dat heet Ait Ben Haddou gaan. Wow, maat. Vriend, ik weet niet waar wij doorheen rijden. Wie kwam er ook weer met dit geniale idee? Ik niet, maar ik wil graag nog de huur van de auto terug. Of de borg, bedoel ik. Oh, ja, dat was Bart van Divimove. Bart, jongen, waar leid je ons heen? Wat voor rare paarden zijn er allemaal? Ait Ben Haddou. Hadden jullie een jeep bij? Is geen jeep? Daar kan je echt niet doorheen. Ja. Kijk om je heen. Geen kut te doen. Oh ja. Salam alaikum. Salam alaikum. Ait Ben Haddou. Ait Ben Haddou. Ici, la route du Ouarzazat. Ja. Ouzerat. La route du Ouarzazat. 10 kilometer. Onze makker in crime. Ja, hij zegt zelf, ja, je moet niet met de auto daarheen gaan, dat kan allemaal niet. Je moet over 10 kilometer komen bij een groot dorp, Ouzerat, ik weet niet hoe precies. Ah. Maar hier kan je niet doorheen naar Ait Ben Haddou, zegt hij. Ja, dan rijden we toch even naar die andere route. Ja. Oh ja. En we wouden hier nog meer. Oh ja, we hebben ook nog Vloes. Vloes, die naam. Maar ja, die hebben wij helemaal niet. Die heeft de politie net afgepakt. Ja, dus die guys staan af een ding te vullen. Daarna gaan we naar Ait Ben Haddou. En dan ergens slaapplek vinden. Ja, we zijn echt fucking hard gescamd. Vroeg aan die dude toen we aankwamen rijden, pay with card. Zij zegt tegen mij ja. Nou, vervolgens is er getankt. Ze willen wij met pas betalen. Kijkt ons aan, no card. En wij zo van, ja, what the fuck man, heb jij gezegd, G, what the fuck is dit? Hij wou dat we 23 kilometer naar een van de dorpen gingen rijden. En dan weer 23 kilometer terug. En daarna moeten we weer 23 kilometer die kant op. Dus we hadden meteen zoiets van, what the fuck gast, dat gaan we niet doen. Dus nou moeten we naar dat dorpje rijden. Nou, we hebben een nummer gekregen van een van de zus van die baas of zo. En dan moeten we daar het geld aan geven. Maar ja, het is gewoon nog steeds een kutstreek. We hebben onze hotelsleutels. Zullen we even onze kamer gaan bekijken? Hey jongens.
Kijk. We hebben zelfs televisie. Boom. Tien Dylan Beach. Holy shit. We hebben een nieuwe horrorvideo aan het opnemen. Kijk, ik kan douchen in het toilet. Douchen in het toilet. Douchen in het toilet. Oh, je hebt hier een spiegel. Die gast waarvan we net hebben afgedinkt bij het hotel, waardoor we hier voor maar 10 euro per nacht zitten, die heeft ons gewoon gratis eten aangeboden. We mogen gewoon met zijn avondeten hebben gewoon mee mogen eten. We hebben fruit gehad. En nu rijdt hij ook nog eens voor ons om ons naar een eettent te brengen. Echt een top guy. Dit is echt de beste guy die we hier tot nog toe tegen zijn gekomen in Marokko. Ik denk dat we morgen even fooi moeten gaan geven, man. Hij heeft ons een leuk tentje aangewezen hier met allemaal locals en zo. Ja hoor. Het eten is gaaf. She got that sweet juice dripping like she Betty Crocker. I be that new ace. Mijn buik is helemaal gevuld, jongens. En dan is die van mij. Laten we betalen en dan kunnen we weg. Gaan weer naar het hotel. Ivo en ik zijn weer back in het hotelletje. Oh. Ivo die gaat lekker onder zijn berenvel liggen. Koud gek, het is geen warm of niks. Ze hebben hier wel airco, omdat ze verwachten hier dat het altijd warm is. Maar in de wintermaanden is het niet. Ik nou niks aan, doe mij maar een dikke verwarming. Nou, in ieder geval, morgen gaan we gek shit doen. Morgen gaan we naar de Atlas Studios, waar allemaal gekke Hollywood films worden opgenomen. En nog veel meer gekke shit. Vergeet niet ook even de volgende Marokko vlog te bekijken. En morgen komt er dus weer een fucking vette Marokko vlog. Sowieso. Weet jij misschien een vet land waar wij naartoe moeten, Ivo en ik? Laat het ook even weten in de comments. Omdat wij gewoon nieuwsgierig zijn wat de wereld te bieden heeft. Dus als jij een vette plek weet, fiets in die richting, ja toch? Zet gewoon even in de reacties neer. Dan gaan wij dan naar kijken. Duimpje omhoog en misschien pakken we het zelf. Komt het goed? Precies, je weet zelf. Dus gewoon reacties in de comments, duimpje omhoog, later.